generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Tommy Wieringa en Ninja Weijers. We zitten in de Kleine Comedie, Ninja Weijers en ik en haar hond. Jeroen heet de hond. We gaan voor de komende 20 minuten praten over boekenweekgeschenken en andere problemen. En Ninja Weijers is de schrijfster van De Consequenties 2014 en Kamers Antikamers 2019. Won daarvoor bijna elke denkbare prijs, van de Anton Wachterprijs tot en met de Lucie BWC. CW van der Hoogt. CW van der Hoogt. De meest mogelijk uit te spreken prijs. Ja. En genomineerd voor alle grote prijzen, dus kortom, succes. Nou ja, en dit is Tommy Wieringa, die denk ik weinig introductie behoeft. Behalve dat hij, volgens mij heb je 9 boeken inmiddels geschreven, klopt dat? Ja. Natuurlijk de Libris gewonnen voor Dit zijn de namen, in de Amstel gesprongen. ik las als middelbare scholier Joe Speedboat, toen dat kwam ook daadwerkelijk uit toen ik middelbare scholier was. Dus dat vind ik altijd wel een leuke herinnering. En ooit interviewde ik jou toen jij net het Boekenweekgeschenk had geschreven en ik nog net niet was gedebuteerd. Dus ja, zo was het. Eerste vraag is voor jou. Welk hoofdpersonage uit je werk is je het meest dierbaar, Ninja? Wat een heerlijke vraag. God. Nou ja, ik, beetje Sophie's Choice. Ja, een beetje wie jaag je de dood in? Ja. Volgens mij is dat altijd toch je meest recente werk. Is toch ook meestal een beetje je favoriete werk? Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Sorry, ik ga dit niet tegen. Ik zou het heel, heel fijn. Ja, ik zou het ook gewoon zeggen. Ja. Net zoals je meest dierbare vriend, degene is die er nu is. Ja. Hè? Ja, die er is. Dus eigenlijk misschien wel. Het is het meest dierbare personage, een personage dat nu nog helemaal niet gepubliceerd is en nog niet op papier staat. Maar je bent bezig aan een roman. Ik ben soort sluimerend bezig aan een roman, okay. Dat zou ik... Oké, maar nog niet aan het schrijven? Nee, nog niet aan het schrijven. Hoofdpersoon heeft nog niet de contouren om er echt van te houden? Nee, maar op de een of andere manier vind ik dat altijd een heel prettige fase. Dat personage eigenlijk nog heel ideaal kan zijn. Of dat die hele roman natuurlijk nog heel ideaal kan zijn. Maar, want jij werkt volgens mij aan een groot dik boek nu, of niet? Dat heb ik ergens gelezen dat je dat zei. Ja, een groot dik boek. Toch? Ja. Ja. Maar ik hoop dat het klein blijft, maar het kan niet. Ik zit nu op. Ik heb nu best wel veel al. Ik ben nog steeds meer of meer in de introductie. Dus ja, het kan niet. Het wordt toch een dik boek, ben ik bang. Meerdelig? Nee. Nee, dat zou niet gaan. Nee. Maar ben je nu ook bij je favoriete personage? Ik heb nu wel het te gek personage. Ja, maar hij werd pas leuk toen ik hem, in de ik-vorm vorm gaf. Ja. Toen hij was, vond ik hem niet zo sympathiek en een beetje flats. Maar toen heb ik het hergeschreven en nu is het een ik. En die is wel, daar zit wel leven in, ja. Ja, maar jij bent eigenlijk wel echt een schrijver van personages. Als ik zo je boeken eventjes door... Toch, ja. Dat zijn wel, ja, wel grootse personages. Ja, ik vind het echt levensscheppend schrijven. Ja. En je hebt niet zo heel veel nodig om iemand neer te zetten. Je hoeft hem niet te beschrijven per se, maar uit zijn daden. Ja, ik hou van toch wel mensen met daden. Ja. Die dingen doen. Ja. Ja, en daardoor leer je ze kennen. Daardoor toch? Leer je ook ze als kennen. Schrijver, ja. Denk ik dan. Ja. Ik heb wel eens uitgeroepen, toen ik Joe Speedboat aan het schrijven was, schreef ik, en ik maak dan aantekeningen tijdens het schrijven, en ik zei, Joe, waar is je smoel? Ik wist niet hoe die eruit zag, ik wist niet hoe die zich gedroeg, maar pas later begreep ik dat hij natuurlijk helemaal niet het wezenlijke personage is van het boek. Nee. Hij is een soort projectiescherm waarop alle personages hun verlangens en angsten projecteren. Maar ik was wel op zoek naar zijn gezicht, ja. Ja. Heb je het gevonden? Nou, hij hoefde dus eigenlijk niet zo'n gezicht te hebben als die jongen die het verhaal schrijft maar een gezicht had. Ja, precies. Dus ik vergiste me. Ja, je vergiste je in je hoofdpersonage. Ja. Oké, ik ga je nog een vraag stellen. Welke persoon zou je graag nog eens ontmoeten? Nog eens. Nog eens. Ja, impliceert nog wel eens. Ja, dat ja, je precies, diegene al een keer... Ik heb een paar mensen ontmoet. Een paar schrijvers die ik heel erg bewonder. Zoals James Salter en Boelie van Leeuwen. En, James Salter ben ik echt gaan opzoeken. Omdat hij was toen al 88, geloof ik. En toen ben ik naar Amerika gevlogen. En naar Long Island gegaan met de trein. Omdat ik hem heel graag wilde ontmoeten. Omdat ik dacht, bijna alle schrijvers die ik zeer bewonder, die zijn dood.
Ja, en hij was bijna dood. En hij was al zo oud dat hij vermoedelijk niet heel lang meer had. Dus ik dacht, met hem in één tijd te leven en hem niet ontmoet te hebben, vond ik eigenlijk niet kunnen. Dus toen heb ik alles op alles gezet om hem naar aanleiding van zijn laatste boek, Alles Wat Is, te kunnen interviewen. Ja, dus ik zou hem nog wel een keer willen ontmoeten. Ja, dat was een fantastische middag. Hij kwam het perronnetje op van Bridgehampton. Een spoorslijntje loopt daar langs. En reed dezelfde auto als ik. We kwamen binnen in zijn huis en zij zei: "We're already friends." Omdat we dezelfde auto reden. En toen hebben we een fantastische middag gehad. En aan het eind van de dag was ik zelfs een beetje verliefd toen hij... Ik stelde hem de vraag die Napoleon stelde als hij een officier moest bevorderen. Het leger was te groot geworden om elke officier persoonlijk te kennen. Maar dan vroeg hij aan zijn collega's, heeft hij geluk? Oh ja. En als hij geluk had, dan werd hij bevorderd. En ik vroeg hem, heb jij geluk? En hij zei, ja, ik heb geluk. Maar dat zie je eigenlijk vaak meteen aan mensen, vind je niet? Ja. Of ze dat met zich meedragen enigszins. Ja. Ja. Maar heb je dan ook wel eens... Want dat is het inderdaad dat je zo'n schrijver dan heel goed vindt... en dat je niets liever wil dan die ontmoeten om de een of andere reden. Dat kan natuurlijk ook enorm teleurstellend zijn. Heb je dat wel eens gehad? Nou, dat is meer meer het probleem van biografen, denk ik. Die zijn altijd een beetje teleurgesteld in degene die ze bewonderen en wiens biografie. Nou ja, dat ze daar natuurlijk jarenlang mee moeten doorbrengen ineens. Dat is weer wat anders. Ja, en dat debunken van hun onderwerp. Maar nee, eigenlijk niet, omdat het werk gaat boven alles. En als ik het werk bewonder, ja, dan kan de man tegenvallen, maar dan bewonder ik hem nog steeds om, of de vrouw natuurlijk. Maar het kan. Nee, dus dat geloof ik niet. Ik ben niet teleurgesteld. Nee. Nou ja, maar er zijn wel mensen die waarvan je denkt dat ze het soort vuur hebben dat in hun boek ligt. En dat ze dan niet in het echt blijken te bezitten. Maar fletse personen zijn. Of regisseuren, die heb je ook. Of inderdaad, dat klopt wel. Dat je dan denkt van... Of überhaupt dat je dan interactie met iemand moet aangaan... die eigenlijk daarvoor een soort projectiescherm was. Ja. Dat kan wel teleurstellend zijn. Maar... Goed. Ja, anyway. Ninja. Wat is een mooi boek van de auteur tegenover je? Dat ben ik. Dat ben jij? Wat is er? Even denken wat, dat ik dat dan zal noemen. Ik heb natuurlijk... Ja, dat is een beetje... Ik heb goede herinneringen aan Joe Speedboat. Maar dat komt heel erg om wie ik zelf was toen ik het las, denk ik. Het paste totaal bij mijn levensfase toen. Dus dat vond ik bijzonder. Ik vond... Dit zijn de namen prachtig. Ik vond het... Dat is misschien wel een fun fact. Ik heb... Ik geef wel eens les op universiteiten en zo. En dan neem ik vaak voor de eerste les neem ik een soort begin alinea's van verschillende boeken mee. En dan vraag ik aan die studenten van wat maakt nou dat dit werkt of dat dit goed is. En eigenlijk neem ik heel vaak het eerste van dit zijn de namen mee. Ja. Omdat het soort van, dat zet meteen dat personage neer. En er zit meteen ook een soort humor in. En dan vraag ik die studenten heel precies te benoemen in welke formulering dat zit. En dus dat vind ik zelf... Welke gebruik je nog meer? Wat zeg je? Welke gebruik je nog meer? Ja, Lolita natuurlijk altijd wel. Ja, verschillende. En omdat dat natuurlijk een heel poëtisch begin is. Ja. Weer heel anders. Soms zijn van het beginnen van roman echt heel erg... Ik ga nu dit verhaal vertellen. Dat zit er bij jou ook wel vaak in. Je voelt wel van nu... Er wordt wat ingezet. Er wordt wat ingezet. Ja. Dus dat is voor die studenten altijd wel... nuttig. En ook omdat ik altijd, als ik dan lesgeef, dan denk ik wel eens, volgens mij vergeten mensen die graag willen schrijven, die net beginnen met schrijven, dat bijvoorbeeld humor zo'n belangrijk aspect is. Die mensen denken dat het schrijverschap, dat serieuze literatuur heel serieus moet zijn, maar dat humor zo'n, vind ik zelf. Maar tegelijkertijd is dat een van de moeilijkste dingen. Humor, iets grappigs. Nou, je hoeft natuurlijk ook niet een soort van schaterlachen door. Maar als contrast vaak met toch wel, net als wat in jouw boek, bedoel, Dit zijn de namen, is natuurlijk vrij, het heeft wel een soort zwaarte ook door de thematiek. Maar er wordt dan vredelijk, maar dat wordt nergens zwaar. Dus ik vind het altijd leuk om te laten zien van hoe kun je het licht maken. Dus dat is mijn antwoord. Goed antwoord. Oké.
Dit vind ik wel een leuke vraag. Wat is je vreemdste ervaring met een lezer? Nu wil ik wel echt een eerlijk antwoord. Er zijn er heel veel. Maar ik hou heel erg van de lezers die naar je toe komen en zeggen dat ze mijn broer nog hebben ontmoet. Dat is een paar keer gebeurd. En tijdens de boekenweektournee in 2014 kwam er in Nijmegen, na ons gesprek, kwam er een vrouw naar me toe en zei: wat doet hij nu, je broer? Ik zei: nou, hij is nu curator in Kopenhagen. En ze zei tegen haar man: zie je wel, ik wist al dat. Hij wou naar het buitenland al zo lang. Maar ik heb geen broer. Nee. En dat vind ik fantastisch. Daar komen daar dan. Dan. Dat geeft je een soort kijkje op een leven dat je niet hebt. En dat is toch een interessant motief. Ook vrij specifiek een broer. Dus ja, komt steeds terug. Ja, nee, ik heb alle soorten zussen die er zijn. Ja. Ik heb een tweelingzus, een halfzus. Nee, geen tweelingzus. Ja. Ik heb geen tweelingzus. Ik heb een halfzus, een volbloedzus, een geadopteerde zus, een stiefzus. Dus ik heb alle soorten zussen, maar geen broer. Oké, dus de lezers hebben je een broer gegeven. Ja, en dat vind ik dan leuk om zo iemand dan een soort bestaan te geven. Dus die heeft een tijdje met me meegereisd in die boekenweektournee. Mijn imaginaire broer. Maar goed, er gebeuren voortdurend de meest krankzinnige dingen, de meest bijzondere dingen. Tijdens die tournee kwam er een vrouwtje, echt 1,55 meter ongeveer, en die zei: ik heb jou nog in mijn armen gehad. Dat is niet meer voorstelbaar, dus. Mensen komen met heel veel intieme dingen, ook met herinneringen die ze aan mijn moeder hebben, aan mijn vader hebben. Dus zo wordt tijdens dat contact met lezers, kom je eigenlijk iedereen tegen uit het leven van mijn ouders ook. En ze vertellen me, ze komen met brieven aan, met foto's die ik niet kende. Dus dat zijn wel bijzondere ontmoetingen, ja. Maar goed, de echte dingen, dat ga ik je niet vertellen. Dat dacht ik al. Nu mag ik weer, hè? Ja. Wie is de leukste persoon die je in de trein hebt ontmoet? Een kleine ad break voor de NS. Ja, Jezus, Mina. Nou, het eerste wat... Ja, ik heb een keer... Heel schaamteloos. Dat was eigenlijk geen ontmoeting. Het was een eenzijdige ontmoeting, mijnerzijds. Ik was als kind, en ik heb dat nog steeds, ik was altijd gefascineerd door blinde mensen. Of een soort van, dat vond ik zo, dat daar kon ik niet, als ik iemand zag die blind was, dan kon ik daar niet eigenlijk van wegkijken. Ja. En dat heb ik een keer, ik herinner me heel goed dat ik een keer 2 uur tegenover een blinde jongen heb gezeten. En dat ik eigenlijk echt verliefd op hem werd. Maar, dat ik keek hoe die dus een horloge, weet je wel, ik was eigenlijk vrij schaamteloos naar hem aan het kijken. En ik herinner me dat heel goed, omdat ik me daar natuurlijk ook heel erg voor schaamde. En dat die schaamte niet echt kwijt kon. Hij heeft het nooit geweten. Nou ja, misschien ook wel. Want ik kan me wel voorstellen dat best wel, dat je dat ook voelt, toch? Ja. Dat er de hele tijd iemand zit die denkt, oh, wat, nou ja, goed. Nee, maar ik heb geen grote liefdes of zo in de trein. Heb jij wel eens een... Of een soort van, überhaupt? Nee, ik heb er ook... Nee, ik heb absurd veel treinkilometers gemaakt. Mijn hele jeugd is een beetje in de trein gezeten, maar... Nee, ik heb vooral gelezen. Ik ben in de trein ben ik een lezer geworden aanvankelijk en later een dagboekschrijver. Dus de ontmoetingen in de trein waren vooral met mezelf. Ik durfde daar ook niet zo heel goed mensen echt te praten. Ik durf sowieso niet te lachen. Dus nee, misschien niet lachen. Nee. Ik ben pas later heb ik leren lachen. Jij mag. Of zal ik nog een vraag stellen? Oh ja, dit is wel een goede voor je nog. Tegen welk vooroordeel loop je aan in je literaire carrière? Dat is een betere vraag voor jou dan voor mij. Oh, is dat zo? Ja, denk ik wel. Oh, grappig. Ja. Dit zijn er natuurlijk wel wat. Wat ik misschien heel erg met mijn laatste boek had, was dat er een soort... En dat kwam misschien ook doordat ik ergens denk ik heb dat boek de verkeerde titel gegeven. Ik heb het de Kamers, titel... Antikamers. Ja, dat heette Kamers, Antikamers. Dat ik zelf een heel mooie titel vond en dat past heel erg bij dat boek. Maar ik heb het idee dat daardoor
mensen soms heel erg denken dat ik heel moeilijk schrijf. Of een heel ingewikkelde literatuur schrijf. Dat heel, die heel conceptueel is. Of heel erg van een soort geëikt narratief of verhaal afgaat. En toen dacht ik wel een beetje, verdorie, ik heb eigenlijk gewoon een liefdesroman geschreven, jongens. Het is een soort 19e eeuwse liefdesroman, maar dan net een beetje anders. En dat is misschien soms, ik denk ook dat het een, ja, daarom, misschien begon ik daarom ook over humor. Soms heb ik ook het idee dat mensen denken dat ik heel humorloos ben. En dat vind ik een moeilijk, dat vind ik een moeilijk voordeel. Het is niet waar. Het is niet waar. Ik heb humor. Niet nee, dat is, zo, dat is eigenlijk heel erg om te zeggen van jezelf. Dat je dus moet gaan zeggen, ja maar jongens. Ja. Ik heb het idee dat ik een soort... Het is altijd heel moeilijk hè, om van jezelf te zien wat voor, in godsnaam voor soort imago je hebt. Maar ik heb het idee dat dat een heel... Dat sommige mensen, dat mensen heel snel denken dat ik heel erg ernstig en heel, heel erg serieus en ingewikkeld ben. Maar toch vind dat is ik niet het... mijn voordeel hoor bij je. Wat is jouw maar voordeel? Maar ik vond Kamers Antikamers was wel een titel waarvan waar die niet lokkend nee, is. Nee, dat is ook zo. Dus ik zou dat inderdaad... En ik vond het heel grappig, want er is net een Duitse vertaling... en hebben ze gewoon de hele titel veranderd. Ja. Het Ich zie die vrouw, omdat het eigenlijk drie perspectieven heeft. Toen dacht ik, oh, wat een goede titel, weet je wel? Dus dat, ik vond het heel leuk dat het een soort nieuw leven kreeg met een andere titel. Ja. Maar goed, dat soort dingen. Maar ik vind het toch leuk om hem even... aan jou terug te stellen. Oh, voordeel. Ja. Ik zou het niet zo goed weten. Arrogant. We moesten me echt op die vier. Nee, altijd. Dat is echt. En dat komt. Dat heeft een paar redenen, denk ik. Omdat ik op televisie word ik langzamer. Want dan word je een soort. Ja, er wordt een soort performance van je gevraagd. En je moet snel zijn. En ja, ik vertraag dan juist. Ik word langzamer. En misschien dat mijn stem ook een beetje zakt. Dat is denk ik nervositeit. Dat je dan iets. Als het gesprek makkelijk loopt, dan verdwijnt dat onmiddellijk hoor. Maar als het niet op gang komt, dan blijft het die zwaarte houden. En het is natuurlijk zichtbaar, want iemand die zijn hoofd scheert, die is met zijn uiterlijk bezig. Dus arrogantie en ijdelheid, ijdelheid ook. Die twee, ja. Arrogantie en ijdelheid, ja. Grappig. Dus, is het dan omdat je vaak... Je hebt nu bepaald niet een pakka, maar je hebt wel vaak... Ja, mooie pakken aan. Ja, we zijn nu in corona-mood. Ja, precies. Je bent er gewoon helemaal ingegaan. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar goed, het is... ik kan me er... Tuurlijk, ik kan heel arrogant zijn. Ik kan ook heel ijdel zijn. Maar dat zijn manifestaties van iets wat... Ik ben wel veelkantiger dan dat. Maar dit zijn wel twee woorden die ik een beetje met me meesleep, ja. Ja, soms kan het ook wel fijn... Soms vind ik... Dan denk ik, oh ja, die vooroordelen moet je soms ook toe-eigenen of zo, toch? Ja, als je zelf maar weet hoe het zit. En dat is wel fijner aan ouder worden, dat je zelf beter weet hoe het zit. Want ik zou me dat vroeger wel sterker hebben aangetrokken, ja. Dat had ik me dat wel gekweld. Ja. En vooral van, hoe kun je dat nou veranderen? Ik wil ik wil niet dat je zo over me denkt. Ja. Maar goed, dat verander je dus echt niet. Ik heb ook aan sommige mensen... Bram van der Vlucht heeft een stem, of had een stem, die ik niet verdroeg. Het is een mooie, diepe stem. Maar ik vond hem altijd zo gestileerd dat ik er niet goed naar kon luisteren. En zoiets stel ik me ook voor dat... Dat bij jou dat hebben. Dat is het volume naar beneden draait deze podcast. Ja. Waar was je 20 jaar geleden? Het zijn wel allemaal vragen waar je... Echt even... 20 jaar geleden, toen was het 2001. Oh ja. Vermoedelijk ergens in een trein in Ethiopië. Tussen Addis Abeba en Djibouti aan het denken over hoe ik in godsnaam een boek moest schrijven. Dat was een tijd waar ik aan het... Ik had twee min of meer autobiografische romans geschreven. Tenminste, sterk autobiografisch geïnspireerd. En ik realiseerde me al vlug dat ik niet... Dat dat niet de route kon zijn. Want ik was eigenlijk wel uitgeschreven toen. Ja. En toen was ik heel erg aan het woekeren en aan het ploeteren... om iets anders te verzinnen voor mezelf. En moest je daarom ook naar Ethiopië? Nee, maar daar heb ik het wel gezien. Ja. In de trein. Hoe het anders moest.
Oké. Dus eigenlijk 20 jaar geleden was het een sleutelmoment in de trein absoluut. In Ethiopië. En toen ben ik opnieuw begonnen en dat boek werd Alles over Tristan. En dat was het eerste boek wat ik geheel en al uit mijn verbeelding heb gepeuterd. Ja. En dat was een ontdekking van levensbelang. En dacht je, nu kan ik altijd verder? Ja, die ruimte is oneindig. Ja. Ja, dat is fijn, hè? Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad grappig als mensen, omdat Kamers, Antikamers, mijn laatste boek was, dus speelde met biografische gegevens. Ja. En dan denken toch mensen altijd, dat is misschien ook nog een voordeel, dan denken mensen, oh, die is nu zo'n schrijver. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel weer leuk aan het voordeel, omdat je dan heel veel energie hebt om dat weer te gaan ontkrachten. Ja, precies, dat is natuurlijk ook een soort... Ja. 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 20 jaar geleden, toen was jij... 20 jaar 12 geleden. Of zo? 13, ja. 13, ja. toen was ik een soort half ongelukkig, net niet tienertje op Curaçao. Ja. Ja. Op Curaçao? Op Curaçao, ja. Daar heb je tot je 15e gewoond. Ja, tot mijn 15e, ja. Op een witte school, tenminste tussen witte kinderen. Ja. Las ik in NRC. Klopt, ja. Ja, dat is ook nog een heel verhaal, ja. 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 Klopt. Nee, ik zat op Aruba tot mijn 9e, dus ik vind dat is een verwante Caribische geschiedenis. Ja, absoluut. Ja. Maar daar heb je nog niet aandacht aan besteed in je werk, als ik me niet vergis. Ik heb er wel een lang essay over geschreven. Ja. Over mij. Ja, want het is voor mij. Ik heb het heel lang. Ik heb denk ik die. Dat is een. Ik heb er inderdaad van mijn 11e tot mijn 15e gewoond. Het is zo'n hele, hele rare leeftijd ook. En het eindigde ook in de scheiding van mijn ouders. Dus het had iets wat ik heel lang gewoon een soort klepje en dat moest weg. Maar het is uiteindelijk wel iets waar ik denk toch heel veel mee bezig ben geweest. En ook gewoon de, dat zul je wel herkennen aan ook op, in dat Caribisch gebied hebben gewoond van wat heb je daar nou eigenlijk, wat hebben je ouders daar gedaan? En wat heb jij daar gedaan? En hoe werkt zo'n eiland? En heb je het ooit leren kennen? Kun je het ooit, kun je zoiets leren kennen? En dat zijn wel... dingen die me... En ik spreek je papiemens? Nou, een heel klein beetje. En dat is dus bijvoorbeeld ook zoiets wat ik heel... Ik heb het... Dat is voor mij met heel veel schaamte uiteindelijk omgeven, denk ik. Dat hele, en is die schaamte die later episode. Gekomen of had je die toen al? Ik denk dat ik die... Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik me daar toen niet zo heel bewust van was. Omdat ik, weet je, je bent van je 13e... Jij hebt dochters die ongeveer... die zijn nog net niet die leeftijd. Maar ik bedoel, dan ben je... Je zit op zo'n raar scharnierpunt van kind naar een soort tiener. En je moet van alles en je moet in een groep passen. En dus ik denk dat die schaamte pas wat later kwam. Mm. En ook toen natuurlijk het hele discours ook hier veranderde. Nou, ik bedoel, de afgelopen jaren zijn we over al die dingen heel anders gaan praten. Maar wel die vage schaamte. En daar heb ik ook wel geprobeerd over te... In mijn laatste boek heb ik er wel ook over geprobeerd te schrijven van wat dat dan... Kun je die schaamte precies... Kun je eigenlijk weten waar je precies voor schaamt of zo? Dat vind ik nog steeds een soort interessant gebied van... Wat is die schaamte dan precies? Maar het is voor mij wel een... Het is een ingewikkeld onderwerp. Waar ik het ook wel vaak... Ik heb het er ook vaak over met mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Dus maar niet meer samen. Niet meer samen. Nee, voor mij, dat was, bij mij was het ook het einde van het huwelijk. Oh ja, ja, dat is gewoon wat doen die eilanden met onze ouders? Maar daarmee heb je wel het woord aangeroerd waar het volgens mij een heel belangrijk woord in het schrijven, schaamte. Ik denk dat schrijven een voortdurende omgang is met je eigen schaamte. En waarom schrijf je überhaupt? Dat is al een schaamtevraag. Ja. Hoezo jij? Je mag nog nu net je zin afmaken, terwijl we net bij de kern waren gekomen. De schaamte, ja. Hey, dat is volgens mij een kernelement, ja. Ja. Ja, volgens mij moet je ook altijd daar toch op een bepaalde manier naartoe, omdat je anders, dan is het ook niet echt de moeite waard, denk ik, om ja. Ja. Ik probeer mijn dochters enigszins op te voeden zonder al te grote schaamtes. Maar het is een zelfgenererend proces. Okay. Maar ik probeer ze te vertellen dat de geïnternaliseerde ander, dat die blik je zo kan hinderen en zo lang kan hinderen. En je van het echte werk kan afhouden. En toch, het gebeurt.
Tuurlijk. Maar het gebeurt voortdurend. En ik probeer, oh, het is een hopeloze zaak, ja. Maar als ze maar de helft minder hebben dan ik had, dan is het dan ja, maar dat is ook, je moet er toch doorheen, denk ik. Toch, je moet er, ja, maar, je moet het maar velen komen er niet eens, komen er niet eens aan toe voordat ze er doorheen, en komen er dan ook niet doorheen. Goed. Anyway. Goed. Schaamte. Het was reuze leuk, met schaamte. Niet, ja, inderdaad. Ja, okay. Dankjewel.